Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste mensen. Zoals jullie weten, de laatste 10 dagen van de Ramadan die zijn bijna aangebroken. En zoals jullie weten, ben ik samen met Ibn Best Bookstore ben ik een geweldige samenwerking aangegaan. Ik wil u even heel snel mededelen over de edele Koran. Die hebben zij helemaal vertaald. En de tafsir van de Koran hebben zij ook helemaal vertaald in het Nederlands. En de schrijver, zoals jullie allemaal kennen, is van Mohammed bin Dawood, hafidhahullah. Er zijn maar 50 kortingscodes beschikbaar. Dus beste mensen, wees er snel bij. En vooral voor de laatste 10 dagen van de Ramadan. En echt, subhanallah, een meesterwerk wat zij hebben geleverd. Dus jongens, de laatste 10 dagen van de Ramadan, probeer te knallen. En vergeet niet te bestellen. Er zijn 50 kortingscodes met de code Hussein15. Als je het gewoon gaat klikken op de beschrijving hieronder, dan krijgen jullie 15% korting. Wees er snel bij, beste mensen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deze boekstore is een online islamitische boekenwinkel gevuld met boeken die 100% betrouwbaar zijn. Door onze hoge eisen leveren wij alleen de beste boeken. Zie bijvoorbeeld onze eigen vertaling van de nobele Koran met uitleg. Neem een kijkje in onze webshop www.ibnbestbookstore.com. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Nova Underwear. Met de boxershorts van Nova Underwear zijn opkruipende boxershorts verleden tijd. Door dit unieke ontwerp kruipen de pijpjes niet omhoog. Deze boxershorts met het ultieme draagconform zijn verkrijgbaar in 3D design. Bestel ze nu op novaunderwear.com. Als je voelt dat er iets mist in je leven, ja. Je bent een beetje ongelukkig, je bent depressief en je linkt het aan het land waar je woont. Wees. We hebben, ik wil niet zeggen karakter, maar verzamel de moed om naar een land te gaan waar jij denkt dat je wel gelukkig zal leven, zolang je bagage maar taqwallah is, godsvrees. Je intentie moet altijd lillah zijn. Want uiteindelijk heb je de hulp van Allah nodig. Ja, dat je veel bezit hebt, veel geld hebt, kan goed zijn. Maar het is niet de echte rijkdom. De rijkdom, echte rijkdom, de nuttige rijkdom, is rijkdom van het hart. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Nakhil Aliyah. Voor de allerlekkerste dados, dadotruffels, chocoladedados en dadokoekjes. Ga naar www.nakhilaliyah.nl en ontvang 10% korting op de hele bestelling met de code Hussein10. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Scandara. Meer dan 8000 gewonnen zaken, afgelopen maand 2 mazen in de wet gevonden, 1000 tevreden klanten en altijd helemaal kosteloos. Kijk nu op www.scandara.nl en klik op de knop gratis boete aanvechten. Assalamu alaikum iedereen. Vandaag heb ik afgesproken met de Adir, Hamza en onze geliefde imam Yassin. Hamza is mede-eigenaar van een meubelzaak die gespecialiseerd zijn in keukens en deuren. Adir werkt al heel lang bij een callcenter en woont inmiddels al 6 jaar in Marokko. Yassin vertelt ons hoe wij dienen om te gaan met armoede en rijkdom van het hart. Geniet en kijk mee. Ik accepteer gewoon de minpunten van de Marokkanen hier en ik weet ook hoe ik zeg maar met ze moet omgaan. Yes. En tegelijkertijd leer ik ook van mensen die anders dan wij denken, die zeg maar anders dan mij denken. Yes. Dus ik ga wel met die mensen om en ik leer daarvan uit, weet je. En in plaats van hun eigenlijk af te weren of weg te gaan van die mensen of weg te blijven, kan je liever met die mensen omgaan, dan leer je ook hoe zij je leven. Eerst een paar maanden, ja. Andere mensen, andere gezichten, andere uiterlijk, subhanallah. Vooral ik ging in Fes wonen, in Dagelia. Het komt heel nieuw over. En Sarah had dan ook heel spannend. Ja. Maar als je eenmaal ermee leert omgaan, ga je het relaxen. Nee. Dat je je buurman om 12:30 kan bellen, dat hij even komt helpen. Ja. Het brengen is geen probleem. Op de markt leuk doen. Het hoeft niet allemaal zo zakelijk. Nee. Maar begin is het wel wennen. Yassin, zoals je al misschien hebt gezien, ik heb zeg maar wat meerdere broeders geïnterviewd die vanuit Nederland voorgoed zijn geëmigreerd naar Marokko. Nee. En subhanallah, weet je, onder de comments zie ik zoveel reacties over dat Marokko slecht is en niet goed geregeld is en het werk is daar slecht, zorg is slecht. En jij in principe bent een ervaringsdeskundige. Want waarom? Jij hebt in Nederland heel lang gewoond en jij hebt in Marokko heel lang gewoond. Kan je mij zeg maar wat meer vertellen over het leven in Marokko? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Het leven in Marokko, alhamdulillah, yani, je leeft tussen de moslims, dat is het belangrijkste. Ja. En dat is iets wat je in Nederland niet echt hebt. Hè? Je bent wel met je vrienden, moslimvrienden, waar je mee optrekt en dat soort dingen. Ja. Maar verder leef je in een land dat ongelooflijk is. Hè? Wat je nu zegt, goeie Hamza, dat is dus de kwestie waar veel Marokkaanse Nederlandse tegenaan lopen. Ze komen hier naar Hussein, ja. Weet je hoe ze die vliegtuig uitstappen, zeg maar, uitstappen en hier naartoe komen? Ja. Ze trillen.
Ze komen trillend zeg maar, Marokko binnen, alsof ze zeg maar, naar een oorlogsgebied gaan. Ja. Dus eigenlijk, wat gebeurt er bij de Marokkanen weer hier in Marokko? Die gaan dat, die weerspiegeling wat ze zien, of die uitstraling van jou, negatief, agressief en zo bang, die zien dat. Die denken, dit is of een prooi voor mij, dus ik ga deze sowieso, de prijs gaat 3 keer omhoog. Of hij denkt van, wacht eens even, wat is er met deze gast? Waarom is hij, kijkt hij mij zo aan? Terwijl eigenlijk, en dit werkt subhanallah overal aan onze profeet, alayhissalam zegt ook, een glimlach naar jouw broeder is sadaqa. Nee. En dat merk je bij veel mensen uit Europa, die komen, ze lachen met elkaar, maar als ze de markt op gaan, dan kijkt hij helemaal zo, boos. En, terwijl als jij alleen maar met die mensen gaat lachen, geloof me, ze gaan jou enorm waarderen en ook met jou praten. En dan krijg je leuke gesprekken. Ja, ja. Dus eigenlijk de benadering van de Europeanen naar de Marokkanen toe, is gewoon fout. Okay. Daar ligt het, denk ik, dat is de grootste fout die de Marokkanen maken die uit Nederland komen. Die komen dan met een instelling van ik word genakt, ik word dit, dus ik moet uitkijken. En dan gaan ze die mensen op een bepaalde manier aankijken, dat die mensen ook geen goed gevoel hebben. En jij weet uit ervaring, als iemand negatief is van binnen, dan gaat hij het uitstralen. Zoals in jouw video's en de broeders die terug zijn gekomen, of van de Nederlandse broeders die moslim zijn geworden en naar Marokko zijn gekomen. Hun belangrijkste doel in hun emigratie, of de hijra, hoe je dat noemt, is om hun geloof te praktiseren. Dus vaak zie je in die commentaren die mensen daar zetten dat Marokko slecht of goed of wat dan ook, arm of er is geen zorg. Dat is iets waar niet over gediscussieerd wordt. Deze broeders die Allah subhanahu wa ta'ala succes heeft geschonken, zodat zij deze hijra hebben verricht, en zij doen dit omwille van hun geloof. Of het nou goed hier is of slecht hier is qua zorg en geld en armoede en wat dan ook, zij hebben daar niet voor gekozen. Zij hebben gekozen om hun geloof zo goed mogelijk te kunnen praktiseren. Wat in Nederland niet altijd zo makkelijk kan. Je hebt het gevoel hier, als je nieuw bent, alsof iedereen iets van je wilt pakken. Maar dat is niet zo. Maar je moet het omdraaien naar iedereen heeft iets nodig. En jij moet alleen geven wat ze verdienen. Ja, ja, ja. Dus je moet het omdraaien. Dus niet het gevoel hebben iedereen wat van je pakken. Ja. Nee, ze hebben allemaal nodig en die geeft hetgene wat ze verdienen. Noem eens een voorbeeld. Wat ga ik tegen je zeggen? Bijvoorbeeld onderhandelen. Ja. Als iets 30 euro kost, beginnen ze standaard 70, 80 euro. Standaard. Dus het voelt alsof ze willen afpakken, maar het is gewoon een cultuur hier van afdenken. Er is een grote groep Marokkanen uit Marokko, als zij iemand zien uit Europa die hier woont, weet je waarom zij hem benaderen? Niet om zijn geld, ze zijn soms rijker dan jou. Klopt. Ze hebben het beter dan jou. Ze zijn gezonder dan jou. Zijn minder depressief als jij, die uit Nederland is gekomen met een mesje, met belastingtekens in zijn hoofd. Dus uiteindelijk waar het om gaat, die mensen die jou willen ontmoeten en vragen stellen, die zijn geïnteresseerd in jouw verhaal. Dat is alles. Soms ben je gewoon interessant. Hé, hey, waarom ben je teruggekomen uit Europa? Wil je jouw verhaal aan horen? Ja. Dus, en eigenlijk moet je dus, denk voor, als advies voor de broeders en zusters uit Nederland of België die willen komen naar Marokko. Zoek ook mensen hierop in Marokko die een beetje hebben gestudeerd, die op niveau zitten. En niet in die Nederlandse bubbel terechtkomen. De meesten komen alleen met Nederlanders. Dat is zo. De meeste derija, wel. Komt niet vooruit. Als je 10 jaar nog steeds geen derija. Nog steeds geen derija. Ga niet om die hier wonen. Ja, Nederlanders die hier al heel lang wonen. Een soort community komen in een buurt wonen waar alleen maar mensen uit Nederland wonen. Hij komt eigenlijk van Nederland naar klein Nederland. Naar klein Nederland. Okay. Dus zeg maar de armoede, in principe waar zij het over hebben, dat heeft zeg maar verschillende delen ofzo, toch? Want je hebt ook armoede in het hart. Dat is ook iets, als jij het zo bekijkt, armoede van rijkdommen of armoede qua geld en bezit en dat soort dingen. Ja. Dat is wat mensen altijd, waar mensen altijd naar kijken als je het hebt over armoede en rijkdom. Ja. Maar er is iets dat heel belangrijk is, iets dat nog belangrijker is. En jammer genoeg, mensen denken hier niet zo over. Waarom niet? Omdat ze ook niet naar de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala luisteren. Weinig mensen lezen de Koran om leiding te vinden in de Koran. We lezen de Koran om misschien een beetje hasanat te verdienen. Ja. Degene die onder ons lezen. En that's it. Maar wie gaat overpeinzen? Wie gaat de Koran yani, proberen te begrijpen? En wie gaat naar de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam luisteren om zo te leven? Nou, zo zei de profeet alayhi salatu wassalam en vroeg hij een van de sahaba, volgens mij is het Abu Dharr, hoe zie jij al-ghina? Wat denk jij over al-ghina, rijkdom? Wat is het om rijk te zijn? Denk jij dat het zo is, als je veel bezit hebt, veel rijkdom hebt, dat je dan rijk bent? Die sahabi zei ja, dit is wat wij als rijkdom zien. En hij zei tegen hem, wat zie je als armoede? De sahabi die antwoordde precies hetzelfde. Degene die geen geld heeft, weinig geld heeft, dat is een arme persoon, dat is armoede.
Maar de profeet sallam leerde deze sahabi dat wij anders of een bredere visie dienen te hebben over armoede en rijkdom. Je hebt armoede en rijkdom van het hart. En hoe je dit zeg maar een beetje kan vertalen of een beetje kan uitleggen of een paar voorbeelden naar voren kan brengen zodat de mensen dit begrijpen, is een persoon die veel bezit heeft, veel rijkdom heeft, heel veel geld heeft, hoeft niet per se rijk te zijn, hoeft niet per se gelukkig te zijn. En zo zie je maar dat in de westerse landen het aantal mensen die zelfmoord plegen nadat zij alles hebben kunnen regelen in hun wereldse leven, in het dunya, rijkdom en dat soort dingen. Ze mogen doen wat ze willen, er zijn geen regels die ze hoeven te volgen qua lust en begeerte en dat soort dingen wat wij als moslims hebben. En toch komt er een moment in hun leven dat ze het niks meer aanvinden, dat het niet meer leuk is, al hebben ze van alles. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Nirvana, de rockstar, ik weet niet wat hij allemaal heeft gedaan. Uiteindelijk is hij op jonge leeftijd, heeft hij zichzelf doodgeschoten, of hoe hij ook tot zijn einde is gekomen. Je hebt genoeg van zulke voorbeelden. In Maghrib moet je alles onderzoeken. Waarom? Kijk, in Nederland is de meeste is veilig, gemiddeld. Bijvoorbeeld, je kind gaat naar de school, waar? In de buurt. Ja. Je denkt niet te veel na. Slager, meestal in de buurt. Ja. Alles in de buurt. Want alles in Nederland is veilig, gemiddeld. In Maghrib verschilt het enorm. Huisvesting, scholen, het kan zijn dat je voor een school ver moet rijden, 7, 8 kilometer. In Maghrib moet je niks doen. Totdat je het heel goed hebt onderzocht, voordat je grote teleurstelling krijgt. Ja, ja, ja. En in Nederland speel je altijd wel een beetje safe. Dus ja. Eigenlijk dat is wel mooi. Daar liep, ik kom aan in Ves, wat denk je? School moet zo dichtbij mogelijk. Zo werkt het niet in Maghrib. Wat ik heb gemerkt met dunya, kijk, in Nederland kun je heel goed de dunya bereiken en heel snel. Maar het voelt altijd alsof je iets tekort komt. Wat je een beetje een depressief gevoel geeft. Ja. Merk ik in mijn omgeving in Nederland. In Maghrib. Als je de dunya niet bereikt, ga je struggelen, heb je een moeilijk leven. Ja. Maar als je de dunya bereikt, dan voelt het niet alsof je iets tekort komt. Hayat al-dunya is la'ib al-lahu. Voor de meeste mensen zien zij dit als de realiteit, als het echte leven. Maar Allah zegt, dar al-akhirah hiya al-hayawan. Het volgende leven, het ultieme leven, het laatste leven, laatste huis, dat is al-hayawan. Wat betekent al-hayawan? Betekent niet dier zoals mensen begrijpen. Hayawan betekent het volledige leven. Leven op zijn best. Onze zintuigen, waarnemingsvermogen, dat soort dingen. Genietingen zullen op hun top zijn. Integendeel, in dunya, dat waar wij van genieten, is weinig vergeleken met de akhir. Terug op de hadith. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam leert ons dat de echte rijkdom, rijkdom van het hart is. Als jij genoegen neemt met wat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft geschonken in het dunya, dan ben jij de rijkste persoon. En als jij geen genoegen neemt met wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschonken in deze dunya qua voorziening en rizq, dan blijf jij de meest hongerige persoon op aarde, al heb je, is jouw bankrekening van hier tot aan ik weet niet wat. Je hoeft, kijk, ik praat over mezelf in Amsterdam. Ik had toch wel een beetje het gevoel, ik moet me anders gedragen dan ik daadwerkelijk ben. Op mijn werk en op mijn school. Dat is moskee, dat is een andere moskee. Mooi, persoonlijk. Ik moest een beetje mijn accent veranderen, mijn manier van doen een beetje veranderen. Zijn me netter over doen komen. Ja. In Maghrib heb je dat niet, in Maghrib ben je gewoon jezelf. Dus dat kleine stukje wat Nederland mij nooit kan geven, heb je hier meteen. Dan is alleen de vraag, heb je voldoening uit je religie? Dus het gaat niet om het materiële, geld en rijkdom. Dat is niet alles. Zoals ik zei, hoeveel mensen hebben wat ze maar begeren, maar ze zijn nog steeds niet gelukkig. En hoeveel mensen hebben niks. Ze hebben één brood per dag en ze zijn van de gelukkigste mensen op aarde. Rijk zijn of arm zijn is op zich niet goed of slecht. Dat je rijk zijn kan goed zijn. Dat je veel bezit hebt, veel geld hebt, kan goed zijn. Maar het is niet de echte rijkdom. De rijkdom, echte rijkdom, de nuttige rijkdom, is rijkdom van het hart. En de slechtste vorm van armoede is niet armoede qua geld en het materiële. De slechtste vorm van armoede is dat jouw hart arm is van jouw behoefte aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je niet aan Allah denkt. Dat je jezelf te geweldig vindt om neer te knielen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat jij denkt dat je Allah subhanahu wa ta'ala niet nodig hebt. Dat er geen armoede is. Dat jij niet fakir bent voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je Allah subhanahu wa ta'ala weinig herinnert, weinig gedenkt. Dat je de hele dag bezig bent met alles en nog wat. En dat je aan het eind van de dag een klein deel van jouw tijd geeft aan Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl het tegenovergestelde moet zijn voor een geloof. Je geeft alles aan Allah. Wala tansa nasibaka min al-hayati dunya. Wala tansa nasibaka. Yani vergeet niet jouw deel te nemen omdat je zoveel bezig bent met de akhira. Vergeet niet het dunya.
jouw hoofddoel is de akhira als gelovige. Ja. Dunya is bijzaak. We moeten het niet gaan omkeren. Dunya is hoofddoel en bijzaak is geloof. Als je als moslim, of niet geen moslim, maar in dit geval de moslims, als je voelt dat er iets mist in je leven, je bent een beetje ongelukkig, je bent depressief en je linkt het aan het land waar je woont. Wees. We hebben, ik wil niet zeggen karakter, maar verzamel de moed om naar een land te gaan waar jij denkt dat je wel gelukkig zal leven, zolang je bagage maar taqwallah is, godsvrees. Je intentie moet altijd lillah zijn. Want uiteindelijk heb je de hulp van Allah nodig. Maar als jij voelt dat je ergens ongelukkig bent, wat houdt jou tegen? Want één ding is zeker, je bent daar ongelukkig, je bent depressief. Je bent het hele jaar door aan het werken, op die drie weken je wacht op die 3 weken vakantie, en dan hoop je dat je in de zomervakantie mag. Dan hoop je. Af en toe krijg je maar 2 weken, af en toe mag je helemaal niet. En dan daarna weer routine en klagen. En neem gewoon die stappen, probeer het uit. Is het moslims in Nederland heel veel sabber hebben. Ze passen zich aan, ze gedragen zich anders. Dat is geen probleem. Moeite met woningnood, heel vaak ook financiële problemen in Nederland. Vooral met CEIB, boetes, incassos, wordt alleen hoger. Sabber, subhanallah, sabber van de zelf. Juist. Ja. Hij komt naar Nederland. Moskee. Hij is nog niet eens bij de diwan, hij houdt ready stempel. Die tak, 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 sabber weg. Ja. Wat voor land is dit? Ze lopen nog achter op alles kritisch. Juist. Daar sabber torenhoog met alles. Ja. En alsnog het land blijven prijzen, in Maghrib sabber. Gewoon nul. Yes. Weet je wat nul is? Yes. Nul. Dus kritiek op de manier van groeten, op de manier van hoe ze lopen, op de manier van hoe ze rijden, hebben ze gelijk in. Ik ga niet liggen. Ik zeg eigenlijk, dat heb ik ook geen sabber. Maar dat is wat wij ook op het begin al aangaven. Als jij met zoveel negativiteit uit Nederland komt naar Marokko toe, dan geloof me broeder, je mag zoveel adviezen geven als je wil naar de mensen toe. Well. Zij moeten eerst zelf kijken, kom ik naar het land om mijn rust te vinden of kom ik naar het land om de mensen te gaan bekritiseren? Dat is niet jouw taak, broeder. Jij komt naar Marokko toe omdat jij bijvoorbeeld, dit zijn de gunsten van Marokko bijvoorbeeld, jouw kind is jouw kind. Jouw kind mag je opvoeden als je wil. Wil je dat hij een zanger wordt? Kun je dat hier in Marokko doen? Wil je dat hij de Koran gaat leren? Wil je dat hij het doet? En ik geef ook specifiek ook advies aan de broeders. Natuurlijk, die praktiseren. Kom, je bent welkom. Maar ook de niet praktiserende mensen heb ik hier meegemaakt. Die niet echt bezig zijn met islam. Of met religie of met praktiseren. Wat is er vaak gebeurd? Ze komen voor wereldse zaken. Ja. Voor het leven van het weer. Hij en zijn vrouw. Wat merkt hij na een paar jaar? Zijn 2 kinderen zitten op school. Hij zegt, subhanallah. Hij zegt, ze kennen Frans, ze kennen Engels, ze kennen, in Nederlands hebben ze al geleerd. Ja. Hij zegt, ze kennen Lugha al-Arabiya. Hij zegt, zoveel Koran geleerd. Een van de zelf, die werd gevraagd, een van onze vrome voorgangers, een van de geleerden van vroeger, werd gevraagd door een van de koningen, een van de regerers. Hij zei tegen hem, waarom haten wij het om dood te gaan? Hij zei, simpel. Hij zegt, omdat wij hier in het dunia alles geregeld hebben. En vooral de koningen en de regerers en mensen met geld en bezit en rijkdom. Ze hebben alles wat ze maar willen. Maar el akhira is leeg. Wat moet hij gaan doen op een plek waar hij niks heeft? Dus dan vind je het moeilijk om over de dood te praten. Vind je het moeilijk om te verlangen naar el akhira, naar Allah subhanahu wa ta'ala, naar zijn ontmoeting. Dat is het verschil. Als wij daar veel hebben gebouwd, als wij veel hebben voor hebben gezonden, dan zou het makkelijker zijn om daar naartoe te willen gaan. Maar als wij weten, we hebben weinig gedaan voor el akhira en alles wat we willen, hebben we hier in dit wereldse nabije lage leven, dan zijn wij geneigd om hier de voorkeur te geven aan dit leven. Dat je eigenlijk naar land komt, je verwacht niet dat jouw kind hier vooruit gaat, maar gaat wel op vooruit, alhamdulillah. Dus de mensen moeten niet denken dat Marokko alleen maar negativiteit is. Er is zijn genoeg goede zaken te zien. Voor mensen die het breed hebben, is ook geen probleem. Je kan komen. Callcenter werk. Heb geduld. Een half jaar, een jaar. Zoals Hamza zei. Je hebt wel geduld daarom met een fabrieksbaantje waar je gewoon wordt ploegendienst wordt kapot gemaakt. Maar hier even callcenter werk, wat best wel eigenlijk relax is. Je hebt ook klantservice. Je hoeft niet... Huiswerk, ja, vanuit huis tegenwoordig is er enorm in Marokko. Heel veel bedrijven werken je vanuit huis. Een cursus van 3 weken, je mag vanuit huis werken. Als je even geduld hebt, je gaat 6 maanden in je leven, je bent even aan het callcenter werk. En je hebt niet een groot budget, dat had ik ook niet toen ik uit Nederland kwam. Maar alhamdulillah, dat heeft mij de tijd gegeven om Marokko te leren kennen in mijn vrije tijd, in het weekend. En zodoende heb ik ook leven leren. Een sarraf bijvoorbeeld, voor 1000 euro verdien jij. Of 1100 euro, of 900 euro, of 800 euro, maakt niet uit. Jij huurt voor hoeveel? Tussen 2 en 3000 dirham. Dus tussen, even in euro's gesproken, tussen 2 en 300 euro.
eten en drinken is niet zo zeer hier. Sommigen zijn wel wat duurder. Je mag, maar goeie dat ligt wijken in tussen de 3 en 4. Tussen 500 euro. 4 heb je ook, heb je een goede wijk. 4 heb je ook. 4 heb je een hele mooie huis. Tegen de 100 meter, prachtige wijk, netjes, goeie. Oké. Okay. Dan heb je ook nog het eten en drinken, is misschien 200 euro, 300 euro, maximaal ben je kwijt. Autootje, kun je voor sparen. Allah gatrek. Toen onze ouders naar Nederland toe gingen, hadden ze ook niet direct geld om een huis te kopen in Marokko, een huis daar. Dus moeten we het steeds hebben over geld? In Nederland is die sabber hoog. Altijd. Lat laag. In Maghrib, sabber laag, lat hoog. Ja. Daar komt hij rond met een lagere bedrag. Hier heeft hij het over 2.000-3.000 euro moet ik minimaal verdienen. Ja. En ik moet mijn eigen woning hebben. Maar hij wil hier ook hier, dat is ook een probleem. Broeders komen of zusters uit Nederland, die willen hier leven zonder te werken. Dat ook, wil ook niet werken. Dus jij komt niet hier, werken. We hebben al een voordeel, Hussein, dat er heel veel Nederlandstalige dus callcenters zijn waar je kan werken. Dus je kan genoeg. En ik geef zelfs aan callcenter. Kijk, natuurlijk als jij een andere idee hebt, je bent een goede ondernemer. Brahma, die willen we ook horen. Zoals deze broeder, mashallah, is met een zaak begonnen. Is ni'ma, is prachtig. Maar ik heb het nu over mensen die nog een beetje moeite hebben. Snap je? En die last hebben. Kom. En probeer het uit. Zes maanden, een jaar, twee. Waar loop je op achter? We moeten begrijpen, dunia geeft Allah aan wie hij wil, of van wie hij houdt en van wie hij niet houdt. Dunia is niet iets waarmee we moeten gaan afwegen. Deze persoon is goed, kijk, hij heeft het goed. Deze persoon heeft het slecht, oké, hij is slecht bij Allah. Kalla, zegt Allah in Surat al-Fajr. Het lichaam, zo is het niet geschapen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam langs een kadaver van een verminkte geit. Een kadaver, stinkend, alles. Hij zei tegen de sahaba, wie van jullie koopt van mij of koopt, zou dit willen kopen voor 1 dirham? Of minder zelfs. He, voor een kwartje. Wie wil dit kopen voor een kwartje? Zei de sahaba, zei hij daar, radiyallahu anhum, wat moeten wij? Wie zou dit willen kopen voor een kwartje? Niemand wil dit kopen. Geen persoon die zijn verstand gebruikt, zou dat ooit een waarde geven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam leerde de sahaba en ons na hen een belangrijke les. Dat kadaver, dat is het dunya. Daar waar wij om vechten, de familiebanden worden verbroken, haat in onze hart voor elkaar, concurreren om deze dunya, is om dat kadaver. Zo'n vies ding waar niemand langs, als hij er langs zou lopen, met zijn neus open yani, zou kunnen lopen. Neus dicht of je gaat gelijk een andere kant op. Je wilt niet eens die kant meer opgaan. Dat is dunya, dat is de waarde van dunya bij Allah. En wij zitten daarom te vechten. En we moeten yani, deze kijk naar dunya, kijk naar moslimlanden en niet-moslimlanden echt veranderen. En in het hele leven. Allah azawajal heeft zijn boek neergezonden om als leiding te functioneren voor elke moslim. Huden, lil muta, huda. Wat betekent huda? Leiding, broer. Als jij niet die leiding pakt van Allah en niet die leiding neemt van Allah azawajal en zijn boodschap, dan ben jij blind. Dan volg jij van alles en nog wat behalve de waarheid. Je kijkt naar het leven op een andere manier. En dan ga je Marokko uitschelden. Ja, wat is er in Marokko dit? Broer, als jij en ik en de anderen en alle mensen die het goed hebben en die zogenaamd beter zijn dan de mensen in Marokko, als wij niet terugkeren naar ons land en ons land zelf opbouwen, dan gaat dit land niet vooruit. Alle goede mensen, alle mensen met een hoog IQ, met dit, met dat, met goede werk, met diploma's en wat, weet ik van me wat, die blijven allemaal in het buitenland. Die blijven allemaal in Amerika of in Europa, omdat daar beter verdient. Ze kiezen hun eigen voordeel boven het voordeel van de moslims, boven het voordeel van de islam. Dus wij gaan vooral andere werken en dan gaan we zeggen ja, ons land blijft achteruit gaan. Dat is toch duidelijk waarom we dat doen. Wat doen wij in de zomervakantie? Komen we en maken wij het land nog slechter door een slecht voorbeeld te zijn. Uitgaan, discotheken, weet ik van wat, dure auto's. Om die mensen nog meer te misleiden van en da'wa te doen naar de weg van de shaitaan op die manier. We moeten uitkijken wat wij doen. Elke daad die jij verricht, dus vanaf het moment dat je wakker wordt, wordt opgeschreven. Elke uitspraak, alles wordt opgeschreven. En of je nou bewust bent van wat je doet of niet, het wordt opgeschreven. En je wordt verantwoordelijk gesteld voor jouw daad. En iedereen die jou volgt, en iedereen die het pad inslaat of een woord van jou leest, en door dat woord wat jij ergens als commentaar uitspreekt of typt, daar word jij, dat wordt gevolgd door mensen en al die mensen die dat slechte pad inslaan door jouw commentaar staan allemaal op jouw linker bladzijde of in jouw linkerboek van zondes. Tot jouw al-qiyama, dat blijft maar doorgaan. Bismillah, salam al-afia. Dus het is niet een makkelijke zaak. Praat. Je hoeft niet overal een mening over te hebben. Als het gaat over een kwestie van
kalamullah, kalam al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jij als gelovige dient gehoorzaam je hoofd naar beneden als dienaar en abd en slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala en te volgen.